en welkom terug op het YouTube-kanaal van Our Never Ending Story. Vandaag hebben wij voor jullie What to Read Wednesday, waarin dat wij jullie graag een aantal boeken willen voorstellen die zullen verschijnen in oktober en waar wij allebei heel erg hard naar uitkijken om te gaan lezen. En waarvan we stiekem hopen dat jullie ze natuurlijk ook gaan lezen. Ja. We hebben elk 5 boeken gekozen die we jullie met heel veel liefde en heel veel plezier gaan voorstellen. Ja. Zal ik beginnen? Jij mag beginnen. Oké. Mijn eerste boek is Niet Nog Eens Laura, geschreven door Laura Janssens en komt uit bij Uitgeverij Vrijdag. Het is het tweede deel in de comicboekreeks van haar. Het eerste boek was Niet Nu Laura en vond ik echt een geweldig boek. Ik heb echt kapot gelachen met de comics van Laura. Ze verschijnen soms ook wel op haar Instagram en daardoor ben ik ook benieuwd naar het tweede deel met nog meer comics van Laura. Volgens mij was er zelfs een sticker van. Ja, met Maai. Tomatten. Ja, tomatten. En ik hoop met dansende kroketten. Met wat? Dansende kroketten. Kroketjes. Ja. Waarom? Ik vind die gif echt heel leuk. Misschien een raketje. Ze heeft een gedeelde per story. En tomatten. En tomatten. Het eerste boek waar ik naar uitkijk is Het Vijfde Meisje van G.D. Barker. Het gaat uitkomen bij Uitgeverij Boekerij. En ik denk dat ik voor heel veel mensen niet moet uitleggen waarom ik er naar uitkijk. Omdat G.D. Barker eerder Horen, Zien en Zwijg schreef. Een thriller waarvan ik echt, ja, zo'n grote fan was. Mm-hmm. Gruwelijk, bloederig, onvoorspelbaar en zo spannend tot op de laatste pagina. Dus Het Vijfde Meisje kan in mijn ogen alleen maar een fantastisch goed boek worden. Ja. Mijn tweede is het boek Zwijg, geschreven door Melis de Vries en uitgegeven bij De Fontein. Waarom die op mijn lijstje staat, weten jullie waarschijnlijk wel. Ik ben een enorme fan van Melis de Vries. Ook al heb ik niet al haar boeken gelezen, ik vind haar schrijfstijl wel heel tof en heel snel lezen. En het is een jeugdboek, dus het gaat wel redelijk graf voorbij. En ze schrijft altijd mega spannende boeken. Buddy read, buddy read. Dus ja. Daarom staat die op mijn lijstje. Het tweede boek waar ik naar uitkijk is Kwijt van Sandra J. Paul. Jullie kunnen Sandra kennen als uitgeefster bij Hamley Books. Of misschien onder haar pseudoniem Joanna Carlton. Ja. Waaronder zij ook heel veel boeken publiceert. Maar ik kijk in het bijzonder uit naar Kwijt. En stiekem is dat omdat ik het boek al uit heb. En ik weet dat het een fantastisch goede thriller is. Maar hij ligt pas vanaf oktober in de boekhandel, dus ik vind wel dat het telt om hem hier op te nemen in What to Read Wednesday. Ja. Dus Kwijt ten eerste heeft een prachtige kaft, in zin van het donkergroen, waarin een vervagend personage opstaat. Ja, lijkt een beetje op Hartslag. Ja, zo ook een cover. Is heel mysterieus en het boek leest, net zoals alle andere boeken van Sandra, heel vlot. Dus ik kan hem voorlopig alleen maar aanraden, maar hij ligt pas vanaf oktober in de boekhandel. Ja. Dan zijn we alweer bij het derde boek. Mijn derde boek is Clownsnacht, geschreven door Danielle Bakhuis en uitgegeven bij Best of YA. Dit is Danielle Bakhuis haar, niet haar eerste jeugd, maar wel haar eerste jeugdthriller, denk ik. Het is eigenlijk een horror. Ja, zoiets. Het is een jeugdhorror. Ja, dus dat is weer iets heel anders aangezien zij YA-thriller schrijft. En ik vond De Executie vond ik echt een heel tof boek. En daardoor ben ik heel benieuwd naar haar jeugdhorror. Die echt te denken aan It, trouwens. Ja, de cover met de ballon. Ja, heel cool gedaan. En ik ga er gewoon klonen. Waarschijnlijk. Klont nou. Dat is waar. Het derde boek waar ik naar uitkijk is ook totaal geen verrassing. Het is namelijk het derde deel in de fantastische reeks van Stephanie Garber, namelijk Caraval. Finale gaat hopelijk in oktober uitkomen. Het kan ook zijn dat het voor november wordt. Maar ik wil hem hier toch aan noemen omdat ik zo een enorme fangirl ben van Caraval. Caraval vond ik een prachtige wereld vooral. De worldbuilding is heel sterk. Maar Meesterlegende, dus boek 2, vond ik qua verhaallijn nog veel sterker. En ik kijk zo al een paar keer naar Chelsea. Omdat ik wacht tot Chelsea die reeks ook gaat lezen. Want ik wil er echt met iemand over fangirlen. Goddamn for you. Dus Finale gaat hopelijk uitkomen in oktober. En het is het laatste deel in de trilogie. En ik ben super benieuwd wat Stephanie Garber in petto heeft. Ik kan eigenlijk even naar niet wachten. Ja. Stephanie Garber is trouwens ook een hele lieve vrouw. Ik heb haar ontmoet op Yaltival.
En ze was ook heel lief toen ik zei van dat Valerie er niet kon zijn. En dan zei ze van, oh, I'll sign her book. Like, what's her name? Like, ze is zo een fleurige vrouw. En echt heel enthousiast. Met zo'n duistere gedachtegang. Terwijl het echt is hier heel fleurig, heel opgewekt. Dus. Wauw. Oké. Okay. Ja. Dan, next one is Het vuur in mij, geschreven door Aaron Stewart en uitgegeven bij Grobner. Wat mij vooral aantrok aan het boek is de cover. Het heeft een fluo cover en ja, het is heel mysterieus. Over een brand. Ja, over een brand en tot het meisje dan littekens op haar ja. lichaam heeft. Denk. Klopt. Meer weet ik er niet over, want ik ben niet een persoon die graag iets weet over een boek als ik erin ga, omdat het dan meer spannend is. Ja. Maar de cover is dus effectief met een fluoroze laag. Ja. Dus ik ben super benieuwd hoe die er gaat uitzien, want ook ik ga hem proberen te lezen. Dus, what do you mean? Ja. Het vierde boek op mijn lijst is opnieuw geen verrassing. Ik ben echt niet origineel in oktober. Maar het tiende deel van de fantastische reeks Die Mocht is van Björn van den Einde gaat uitkomen. Hij gaat De Slaventocht heten. Hij heeft een fantastische cover ook. Daar ben ik echt heel erg fan van. Ja. En na boek 9 bleef ik echt sprakeloos achter. Wat een puut einde om mee te eindigen en te moeten wachten. En ik heb contact met de uitgever van Björn en met Björn zelf. En ze hebben mij beide gegarandeerd dat ik ga wenen bij boek 10. Dus ik kijk er enorm hard naar uit. Ja, ja. Ik kijk er vooral naar uit als je gaat janken. Ik stuur een Snapchat. Please do. Mijn laatste boek voor de maand oktober is Als de Nacht Eindigt, geschreven door Laura Dianne en komt uit bij Clavis. Ook van dit boek weet ik eigenlijk heel weinig. Alleen, ik ken Laura via haar Instagram en via een groepje op Facebook. En daardoor ben ik wel heel benieuwd naar haar boek. En ik vind de cover trouwens ook echt heel mooi. Ja, klopt. Zo, The Universe, ja, is super mooi. En ik vind het wel tof dat ik er niets over weet, maar dat het een prachtige cover is. Ja, dat was net zo. Ik ga hem ook lezen. Ja. As usual. Pretty read. Mijn laatste boek gaat Chelsea waarschijnlijk niet lezen, want ze heeft het eerste deel niet gelezen. Het is het tweede deel in de Dilemma-reeks van Tille Vincent. Nee. En dat komt uit bij Van Halenwijk. En het gaat Noor heten. Het eerste deel heette Anna. Anna ging over een meisje die de mogelijke diagnose van kanker kreeg. Dus die onderzoeken deed in het ziekenhuis. En de dokter zei dat het mogelijk kanker was, maar om het zeker te weten moesten ze verdere onderzoeken doen. Maar voor het zover was, had haar moeder al verteld op school en aan haar vrienden dat Anna kanker had. Maar na die onderzoeken bleek het dus dat Anna helemaal geen kanker had. Oh. Maar door het feit dat haar vrienden het al wisten, was Anna opeens veel populairder dan normaal, want iedereen wilde weten hoe het met haar ging, of ze konden helpen met huiswerk. En Anna stond eigenlijk voor het dilemma. Ga ik het zeggen dat het niet zo is en verlies ik mogelijk mijn populariteit? Of hou ik gewoon vol dat ik wel kanker heb en blijf ik populair? Ja. Het tweede boek gaat over Noor. Ik weet ook niet waar het over gaat. Ik vind dat helemaal oké, omdat ik zo fan was van Anna. En van de schrijfstijl van Tille Vincent. Dus ik ga gewoon met evenveel enthousiasme beginnen aan Noor. Ja. Komt goed, denk ik. We hopen jullie op deze manier inspiratie te hebben gegeven voor als jullie toevallig in de boekhandel staan in oktober en een nieuw boek zoeken dat je misschien nog niet kent of anders nooit had opgepakt. Hopelijk krijgen ze nu wel een kans. Dit zijn niet de enige 10 boeken wat uitkomen in oktober. Er zijn enorm veel boeken wat in oktober uitkomen, aangezien het de aanloop is naar de boekenbeurs eind Klopt. Deze maand. En willen jullie onze volledige lijstjes zien, aangezien dit niet een volledig lijstje is, aangezien we niet enkel 5 konden kiezen. Duh, er komen zoveel boeken uit. Die kan je vinden op onze blogs. Valerie's Boekenwereld. En Lees mee met mij. En daar vinden jullie alle andere boeken waar wij ook naar uitkijken en die zullen verschijnen in oktober. Ja. Voor de rest zien we jullie heel graag heel snel terug op Our Never Ending Story, op Valerie's Boekenwereld en op Lees mee met mij. Ja. Tot snel. Dag. Hallo allemaal en welkom terug op het YouTube-kanaal.
Wat? Mijn eerste boek op mijn lijstje is Niet Nog Eens, Laura, geschreven door Laura... Janssen? What the fuck? Gadverdamme. Janssens. Eerste woensdag van de maand heb ik hem al zeker uit. Ja. Het tweede boek waar ik naar uitkijk en wat ik stiekem al uit heb gelezen, is Kwijt van Sandra Paul. You okay? Dat is in de blooper. Stik er niet in. Ik stikte mezelf, jongens. Want dan ben je je stem kwijt. Nog eens. Stik er niet in, hè. En ze was zo lief, ook toen ik vertelde van tot Valerie er niet bij kon zijn omdat ze op vakantie was, zei ze van, oh, I'll sign her book. Nee, niet je boek. Wat ja, was dat? Boek? Nee, nee, niet. Oh, jawel. Ja. Wacht, daar ga ik even niet. Ja, even. Ja. En we zien jullie graag heel snel terug. Nee, ik wou nog iets zeggen. Zeg maar. Ik wil zeggen van, ah ja, maar het zijn niet de enige boeken die uitkomen in oktober, want het is zo'n grote boekenmaand voor de boekenbeurs. Cool. Het is natuurlijk niet de enige 5 boeken, 10 boeken wat we... Oh, dat kan echt niet zien. Enige. Oké. Er bestaat geen overdreven trap van enige. Dus